Oost-Holland Sport nabeschouwing. Want aan de lijn hebben we Freddy Wulterink van HHZD uit Heino. En deze week kregen wij het bericht dat Freddy zijn contract verlengd heeft bij HHZD. Freddy, goedemiddag. Goedendag. En welkom in de uitzending van Holland Sport. En deze week verlengde jij het contract met de dames uit Heino van de handbal. En eerste vraag is van, wat vind je van dit seizoen op dit moment? Ja, ik denk dat de meeste dat wel hetzelfde hebben. Het is natuurlijk een vreemd seizoen. We zijn op zich leuk begonnen en dan hopen we natuurlijk dat je iets voor verder kunt. Alleen ja, door corona loopt het sowieso al anders als wat je gewend bent. Dus de voorbereiding is natuurlijk al iets anders. We begonnen al anders. Normaal begin je natuurlijk al in het... In mei begin je al met de voorbereiding. Nou, dat kon allemaal al niet meer. Op het trainen al wat minder. Het was sowieso al een raar begin van het seizoen. Ja, het is natuurlijk helemaal raar geëindigd, zo vind ik. Mm-hmm. Ja, het is een beetje saai zo, hè. Ja, het is natuurlijk een beetje rustig, want we hebben je nog niet eerder aan de lijn gehad met een nabeschouwing van een wedstrijd of dat er nieuws is rondom jouw team. Wie is Freddy Wulterink en wat heeft hij tot nu toe gedaan in zijn handbalcarrière? Ja, ik kom uit Wieren. Daar heb ik al de laatste 4 jaar heb ik daar ook training gegeven. Naar mijn oude clubje is daar ik zelf ook altijd gehandbald. En bij verschillende teams gezeten. En toen hebben ze mij een keer gevraagd om Wieren maar eens een keer te gaan trainen. Mm-hmm. En zodoende ben ik daar een jaar of 4 seizoenen heb ik hier de dames heen gedaan. Ja, precies. Of ben je al lang trainen, Freddy? Ik denk een jaar of 15 dat ik al een training geef. En dan, omdat ik zelf eerst ook altijd nog zelf speelde. Dan ging spelen, ging dan voor. Maar omdat we nu gestopt zijn als team zijn, als herenteam, heb ik dus meer tijd zeg maar, om meer aandacht aan het trainen te schenken, zeg maar. Ja, precies. Dus daar ben je nou echt de laatste 7-8 jaar gewoon vol mee bezig, ja. Met het trainen en het coachen. En op dit moment ligt het natuurlijk allemaal nog stil. De bond heeft onlangs aangegeven dat op de competitie wordt stilgelegd en niet meer wordt hervat. Hoe kwam dat bij jou binnen? Ja, jammer. We zijn leuk begonnen. Het is een leuke groep, fanatieke groep. En dan hoop je natuurlijk dat je de vooruitgang waar we hadden, dat we dat door konden zetten. Mm-hmm. Maar ja, nu moet je in principe eigenlijk weer helemaal opnieuw gaan beginnen. Want ja, je bent natuurlijk nog niet zo lang bij de vereniging. En ja, dat is gewoon wel jammer dat je niet het goede spel door kunt zetten waar we geëindigd zijn eigenlijk. Ja, want kun je de beslissing je voorstellen die de bond heeft gemaakt hierover? Ja, absoluut. Nee, dat snap ik wel. Kijk, gezondheid gaat allemaal voor. En ik snap echt wel dat we... Überhaupt wat de bond ook zegt, kijk, heel veel van die dames die werken in de zorg of die zitten natuurlijk niet op te wachten om elk weekend tegen een tegenstander te spelen en kans hebben op besmettingen die ze eventueel meenemen terug naar het werk. Ja. Kijk, dus die meiden zelf, die geven zelf ook wel aan van ons, ja, ze willen uiteraard graag spelen, maar niet ten koste van alles natuurlijk. Nee, precies, want wat wel opvallend is, is dat best wel heel veel... dames die actief zijn in het handballen ook heel erg veel in de zorg werken. Is dat bij Heino ook zo? Ja, bij ons, ik denk meer dan de helft die in de zorg werkt, ja. Bijzonder is dat. Ja, meerdere teams hebben dat volgens mij echt wel eens gehoord, ja. Ja. De zorg is toch wel meer voor dames, als ik dat zo hoor. Ja. En daarom zeggen ze ook wel van mij, ik snap ook wel, daar was de training af en toe wel lastig. Sommigen geven toch aan dat we toch wel wat problemen mee hebben, zeg maar. Toen mochten we nog wel wat, in het begin mochten we nog wel wat trainen. Maar toch dat voor sommige dames toch nog wel, toch wel lastig is. Mm-hmm. Ja, ik kan me voorstellen. En je bent dus net begonnen eigenlijk bij HZD. Jullie hebben best goed gedaan al in de aanloop dit seizoen. Hè? Dus het was eigenlijk wel ook vol verwachting. En wat heb je veranderd bij HZD? Ja, bij de vorige trainer speelden ze vrij, of de verdedigden ze vrij offensief. Nou, ik ben in ieder geval wat minder offensief gaan verdedigen. Waardoor je iets meer controle kreeg zeg maar, in die verdediging. En die meiden hadden daar ook wel behoefte aan, volgens mij.
Mm-hmm. En dat liep op zich wel aardig tijdens de wedstrijd. Aanvallend probeerden we wat meer druk te zetten, meer beweging in te krijgen. Mm-hmm. Ik vond het zelf redelijk statisch, zeg maar, hoe ze speelden. Ja. En ik bedoel wel dat er meer beweging in komt en dat we gewoon allemaal gevaarlijk worden. En niet één of twee spelers, maar gewoon iedereen kan in principe bij ons een doelpunt maken. En daar moeten we dus ook gebruik van maken. Mm-hmm. Dat het niet afhankelijk is van één of twee spelers. Ja, en als ze niet in de wedstrijd zitten, dan wordt het lastig. Maar iedereen kan bij ons kan spelen. Geen die op de bank beginnen, die kunnen ook gewoon doelpunten maken. Ja. Daar moet er gewoon naartoe. Iedereen moet gevaarlijk zijn. Ja, kan me voorstellen. En het seizoen is natuurlijk nog maar net bezig. Dus je kunt eigenlijk je concept of de trainingsarbeid, ja, dat kun je eigenlijk nog niet echt goed meten, denk ik. Nee. Kijk, je ziet natuurlijk wel de trainingen wat je gedaan hebt. Zie je al wel wat dingetjes, kleine dingetjes terugkomen. Maar ja, ik heb wel al eerder aangegeven. Kijk, je bent gewoon wel een seizoen kwijt om je stempel een klein beetje op te kunnen drukken. Ja, die meiden zijn natuurlijk al andere training gewend. Ze moeten aan jou wennen. Ze moeten weer aan een nieuw systeem wennen. Ja, dat duurt vaak, maar is al wel een seizoen. Dat je echt even, je ziet dat je echt wat verbetering in ziet. Ja, precies. Precies. Ja. Freddy, naast mij zit ook Luc Steerman mee te presenteren. Maar niet letterlijk naast mij, maar figuurlijk. Want hij zit vanuit zijn woning in Deventer mee te presenteren. Luc, heb jij vragen voor Freddy? Nou, ik zie hier staan dat het technische commissie van HAZD heeft gezegd: we zijn uitermate tevreden over het werk van Freddy bij de vereniging. Zowel binnen als buiten de lijnen weet hij zijn stempel op positieve wijze te drukken. Maar waarom zijn ze zo uitermate tevreden over jou, Freddy? Ja, dat moet je natuurlijk bij de vereniging neerleggen, denk ik, die vraag. Maar ik heb zelf wel het idee, ik ben ook met jeugdtrainers bezig en... Ja, dat vind ik ook gewoon heel belangrijk dat ik dat niet alleen voor dames één, maar dat ik ook verder kijk. Ik vind het zelf wel leuk om dat bij te doen. Die zijn best wel fanatieke jeugdtrainers. En dan die te begeleiden. Dus ik heb wel wat trainingen voor hun gekeken. En dan ga ik na die tijd bespreek ik dat even met de dames. Hoe kan je dat even anders doen? En dan word ik me wel positief op gereageerd. En dat soort zaken, zeg maar, ben ik dan ook binnen de vereniging mee bezig. Dus ja, dat vind ik leuk om te doen. En dat wordt hier wel gewaardeerd volgens mij. Dus je hebt ook nog gezegd dat de ploeg eerst altijd naar beneden moest kijken. In de stand, het gaf onrust. En vanaf de middenboot kun je een nederlaag permitteren, zeg maar. En dan kun je weer naar de bovenkant kijken. Maar verandert ook de manier van spelen als je in de middenboot zit ten opzichte van als je in de onderste regionen van de competitie zit? Ja, ik denk dat het wel zeker tussen de oren meespeelt bij sommige dames. Je wil natuurlijk altijd winnen. En kijk, en als je inderdaad 6-7 punten los staat van onze regio, ja, dan kun je een keer wel een vliegpuntje accepteren. En dan prima, kan een keer gebeuren. En dan heeft het niet zoveel consequenties. En dan wordt de druk ook niet zo hoog bij sommige dames. Sommige dames leggen misschien zelf toch wat druk op. Je moet winnen, want je wil natuurlijk niet degraderen. Dus ja, en door die druk maak je misschien toch weer fouten. Kijk, en als je de middenmoot speelt, kun je gerust een keer een foutje maken, zeg maar. Dat heeft wat minder consequenties. Waardoor in principe de druk bij sommige spelers ook wegneemt. En dat zeker invloed heeft. Snap ik. Wat is zo leuk aan HZD? Het is goed, het is een leuke vereniging. Fanatieke mensen. Gewoon de team is leuk. De trainers onderling. Dat klikt allemaal wel. Het is gewoon een leuke fanatiek groepje. Ook bij de jeugd. De jeugdtrainers die zijn leuk. Ook omdat de jeugd, als ik dat zo zie. En je kijkt wat training en zo. Allemaal wel fanatiek en ze willen allemaal graag. Dus dat is wel leuk om te zien. Het is niet een hele grote vereniging op zich, maar een leuke vereniging. Dus wel allemaal dezelfde kant op, zeg maar. Ze hebben wel de neus de goede kant op. En dat is natuurlijk wel lekker als trainer, zeg maar, dat je binnenkomt. Dat je in ieder geval komt met rust binnen in zo'n vereniging. Dat is altijd wel lekker. En niet dat er onrust is binnen de vereniging. Of dat heb je ooit dan ook nog wel eens her en der. Dat er onrust is vanuit het verleden of wat dan ook. Maar dat zie ik eigenlijk. Ik zie het niet, laat zo zeggen. Heb jij ook bijvoorbeeld een voorclub voor een sterke dorpsclub? Ten opzichte van misschien een stadsclub met wat minder sterke banden binnen de club, zeg maar? Ja, ik denk dat ook wel leeft. Ja, dat
club zeg maar, vanuit het dorp vaak altijd wel wat meer kan, zeg maar. Dat het ook voor de vereniging wat beter is. Je kunt vaak wat meer mensen krijgen voor de vereniging. Want omdat het je eigen vereniging is, wil je er ook vaak wat meer voor doen. Nou, die mensen van buitenaf, die hebben meestal geen binding met zo'n club. Waardoor je ze niet ergens kunt verporren om een andere functie bij te doen. Want ja, dat willen ze allemaal niet. En binnen een kleine vereniging heeft eigenlijk voor mensen wel een dubbele functie. Of ze spelen in het eerste en ze zitten nog bij een commissie. Of ze doen dit, of ze geven een training. Dus dat is eigenlijk, ja, ik vind het wel positief voor een club dat je veel meer een verenigingsgevoel krijgt daardoor. Dat vind ik al, ja, ik hou daar wel eigenlijk, ja, ik ben zelf eigenlijk wel een beetje een verenigingsman wat dat betreft. Maar ja, je moet, ja. Oké, eigenlijk de combinatie Wolterink HHZD is gewoon inderdaad uitermate goed. Ja, wat mij betreft wel. Nou, dat klinkt goed. Ja, ja. Dat klinkt goed. Heb jij ook een bepaald programma klaar liggen? Stel dat, de overheid of de bond zegt, er mag weer getraind worden, er mag weer wat gedaan worden. Wat ga je dan als eerste doen met je groep? Ja, ik heb in principe niks klaar liggen, maar je kan gewoon niks plannen, omdat je überhaupt niet weet wanneer je mag gaan trainen. En ik verwacht eerst dat de jeugd misschien eerst nog mag trainen en dan misschien een keer de senioren. Dus ja, je kunt gewoon niks plannen en nou ja, ze geven aan binnen de NAV in april. Maar als ik realistisch ben, geloof ik nooit dat we in april al kunnen beginnen. Want ja, ze geven aan, ook de bond, je mag 4 weken voor naar voren, krijg je de tijd zeg maar om te kunnen trainen. Ja, dan zit je naar half april. Nou, ik geloof nooit dat wij half maart, dat we dan al mogen gaan trainen met contactsporten. Gewoon nooit dat al doorgaat. Dus ja. Ik ben bang dat nou, geluk hebben dat we misschien in juni weer kunnen gaan trainen. Ja, en dan kun je altijd nog zeggen van gaan we de oefenwedstrijdjes plannen en gaan we gewoon weer trainen. En ja, meer kun je op dat moment toch niet zo heel veel, denk ik. Ja, want heb je ook mogelijkheden om buiten te kunnen trainen? Ja, ze hebben wel een buitenveld, dus dat is er wel. Dat hebben we begin van het seizoen ook wel gedaan. Mochten we buiten trainen, nog wel op 1,5 meter, maar dan kun je in ieder geval wat doen. Ja, ik was natuurlijk net nieuw, dus je wil zo snel mogelijk die meiden leren kennen. Ja. En ook dat ze aan mij wennen, zeg maar. Dus dat was, ik denk, dan gaan we wel buiten trainen. Het is wel op een verhard veld. Maar ja, dan pas je de training met aan. Maar dan wordt het niet zo'n contactsport, maar dan ben je wel even lekker bezig. Ja, precies. Dus dat, En dat zal waarschijnlijk misschien nou wel, in ieder geval de eerste weken ook misschien wel weer zo zijn, dat je wel weer mag trainen buiten. Nou ja, als het weer toelaat, dan zegt van, we gaan toch even weer wat doen buiten. Mm-hmm. Ja, ik kan me voorstellen. Ik verwacht dat de jeugd wel eerder weer mag beginnen. Dus dan gaan we daar ons eerst mee voor inzetten. Ja, precies. Nou ja, voorlopig moeten we eerst maar zien af te ronden met de avondklok. Hè, want daar hebben we natuurlijk ook nog mee te maken. Natuurlijk wordt er veel van ons gevraagd. Maar ja, dat doen ze niet voor niks. Met allemaal het beste resultaat voor ogen. Freddy, vond het leuk om met je kennis te maken. En ik hoop dat alles weer mag en kan. En er weer echte nabeschouwingen zijn van de wedstrijden die je gespeeld hebt met jouw team. Dat we je mogen bellen. En dan een ouderwetse nabeschouwing te hebben van de wedstrijden. Ook voor ons is dat zeg maar het mooiste natuurlijk wat er is. Want daar zit de beleving in, zeg maar, van de wedstrijd. Ja. Nou, graag gedaan. En we hopen dat we elkaar weer een keer spreken. Luc, heb jij nog vragen aan Freddy? Nee, bedankt verder dat je aan de lijn wil komen. En hopelijk tot de volgende keer. En een fijne zondag. Ja, tellen jullie. Oké, dag. Tot ziens. Doei. Hoi.